I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Een mooie meid ervan. En echt creatief, hè? Super leuk. Wil ik gewoon een blik nemen. Nee. Ben je een priester? Het is ook een Sint-Nicolaas. Hey. Hey. Kom maar, ouwe. Hi, puppies! Welkom bij een nieuwe video! Challenge! Challenge! Video! Welkom bij een nieuwe challenge! Video! Video! Een Sinterklaas challenge! Sinterklaas kapoentje! Gooi wat in mijn schoentje! Oké, die moeten we bewaren voor later. Want, wat hebben we hier? Kruidnootjes! Pepernoten! Marshmallows! Wat zijn nou pepernoten en wat zijn nou kruidnoten? Dit zijn pepernoten. Dit zijn pepernoten. Pepernoot. En dit zijn? Kruidnoten. Oké, okay, goed om te weten. Marshmallow. Marshmallow, ja, die kennen we wel. Ja, en we gaan de challenge doen. Marshmallow. Marshmallow. Wat we gaan doen klinkt is als een goede wijn. We gaan met de kruidnoten en de pepernoten gaan we kijken. Gaan we heel veel in ons mond doen. En dan gaan we een liedje voor elkaar zingen. En de ander moet dan raden welk liedje. Een liedje voor mij zingen. Een liedje. Leuk. Leuk, hè? Do not try this at home. En met de marshmallows gaan we ook tellen wie er het meeste binnen kan proppen. Wie er het meeste mondinhoud heeft. En dan gaan we ook proberen een liedje te zingen. Hè? Ja. Oké, dus ik zeg... Zullen we het gewoon zo doen? Ja, dat is goed. Oké. Dus we beginnen met de pepernoot. De pellet. Oké. Ik moet heel veel in mijn mond doen. Heel veel in mond. Zal ik eerst een liedje kiezen? Pas... Niet spieken, hè? Ik ben benieuwd. Nee, ik ben benieuwd of we zo'n lekkere Sinterklaas klassieker krijgen. Nee. Of een van die moderne liedjes, maar ken ik ze niet, hoor. Oh. Dit is er al over. Vier. Oh. Oh, dat Oh. Ik kan reanimeren, dus. Oké. Het ziet er wel echt. Dit is waar ik op ben gevallen, dames en heren. Ook van gewoon. Ik kan er maar eentje bij. Ja, even doen. Oh, die ken ik. Maar ik ken de titels niet. Eigenlijk was het te laat, hè? Je hebt hem eigenlijk voorgezegd. Ik wist het niet. Ik kende het wel. Ik zong wel mee. Telt ook. Krijg ik er ook punten voor? Nee. Heb ik een punt? Nee. Nee, gewoon geen punt. Oké. Hoeveel pepernoten kon je hier mond krijgen? Ik denk 6. Nee, jij krijgt sowieso meer. Nou, dat weet ik niet. Oké. Kom nou eens even hier met die tablet. Maar hoeven we nu met eten zo? Ik kan het zien. Ik heb wel honger. Oké. Gaan we ondertussen zitten, hoor. Ik zie het. Oké. Charming. Oké. Maar dit telt niet als één, hè? Dit zijn er drie. Ja, doei. Ja. Dat heb ik ook niet gekeken. Nee, maar natuurlijk wel. Zo moet je wel kijken. Dat is logisch. Je moet even kijken naar... Oké. Hé. 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 Het is ook best wel snel vol, hè? Ja. Tien. Oh. Jammer dat je zo weinig moet hebben, die grote mond voor je. Jezus. Zo heb ik niet eens mijn best gedaan, man.
Ik ben heel goed in, denk ik. Ja, maar jij zingt niet met de melodie. Je klinkt als een Mongoolse zeehond. Ken ik hem wel? Voor moi. Succes met eten. Jezus. Hè? Zal ik het even pakken? Gadverdamme. Mister. Gadver. De stand is 0 voor moi. En 1 voor moi. We gaan door met de kruidnootjes. Gaan we die tellen? Ja, deze ga ik weer doen, jongens. Deze ga gaan weer. We die tellen? Of gaan we gewoon... Ja, gaan we deze ook tellen? Ja, ik denk dat we deze wel gaan tellen. Maar dan ga ik ook mijn best doen om echt in elk gaatje te zoeken. Ja, dat zou... Dat had je net ook gewoon moeten doen. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh! Nog meer! Ja, als hij eruit valt, dan ben je af. Dat verzin ik nu. 20? 21. Wel goed je tong tegen je huid doen, hè? Want trek schiet er een naar achter en dan hebben we een probleem. Ja, beeldig dit, hè? Je lijkt op die Chinees van ik hou van Holland. Ja, ja, ja. Hoor de wind waait door de bomen? Nee. Mak staat Sinterklaas. Nou ben je gewoon. Katver. Louis, wat gaat er binnen? Ik moet een veiligheidsbril opzetten. Trippetrap. Heet je trippetrap? Dat is nog wel. Ja, trippetrap, trippetrap. Zie de wind waait door de bomen. Eerste zin. Sinterklaas jaar. Dat was van net. Nee. Jij bent een schatje, zeg nou. Ja, dankjewel. Ja, dat is wel heel goed. Oh, ja. Ja, dat dacht ik, dat zei ik als eerste, weet je nog? Ik vind wel een heel onsmakelijk eten, heel gezegd. Houd het even binnen. Moet je een bakje? Mag hoor, heb je hier staan. Trippel trap. Of wel goed. Ik vind hem ook goed! Yeah!
Hij is wel duur als zacht geschaande paardenvoetjes. Ja. Maar ja. Ik had het volgens mij ook ergens anders dat als triple trap. Heb je er nooit van gehoord? Ik vind het gewoon triple trap heet officieel. Zo, ik. Maar even serieus, je moet echt uitkijken dat je niet stikt. Ja. Ja, dat is inderdaad wel het voornaamste, dat je uitkijkt dat je niet stikt. Maar je voelt gewoon halverwege dat je denkt, oh, even opnieuw rangschikken. Opnieuw rangschikken ook. Nou, heerlijk. Okay. Kijk, 1-1. Here we go. Misschien, Jezus. Is het wel leuk om er een receptje onder te zetten van pepernoten. Ik vind het een goed idee van jou. Maken jullie wel eens zelf pepernoten of kruidnoten? Lekker man, Jezus, pak je kot. Hebben jullie trouwens wat in de schoen gehad? Jij hebt wel wat in je schoen gehad. Ik heb wel wat in mijn schoen gehad. Ik niet. Ja, jij bent stout geweest. Ja. Hey, goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio en het is bijna Sinterklaas. En het is heel vroeg en ik moet gaan werken. Maar ik was een van mijn schoenen kwijt en er zat een briefje in mijn andere schoen. En het staat op, lieve Sergio, mocht je schoen kwijt zijn, je was hem vergeten te zetten. Hij ligt bij de open haard. René was zo lief om ook om maar eens kijken namens jullie voor ons te zingen. Een fijne dag. Een fijne werkdag, Sinterpiet. Dat is altijd leuk om zo wakker te worden, toch? Dus wat blijkt nou, Sinterklaas is langs geweest. En ik heb een pakketje in mijn schoen. En dan heb ik een pepernoot daar. En ook voor Jesse Silver is het langs geweest. En slofjes gezet. Nou, die laten we nog maar even dicht, hè. Nou, eens even kijken wat erin zit. Hi, Reggie. Nou, een pak Piet heeft wel zijn best gedaan. Lekker, daar kom ik de dag wel mee door. Dankjewel Sinterklaas en Zwarte Piet. En dankjewel René voor het zetten van mijn schoen en het zingen van Sinterklaas. Nu heb ik chocola in mijn schoen. Ik ga werken. Ciao. Goedemorgen poepie. Goedemorgen. Zitten je ogen weer helemaal dichtgeplakt, schatje? Oeh, het is ook niks, hè. Hey, maar heb je wel al kunnen zien wat daar op de open haard staat? Mama heeft voor jullie gezongen, voor Sint en Piet. Kijk eens. Zullen we die even pakken? Zat het nou ook al in een nieuwe schoen? In een nieuwe schoen? Dat is leuk, hè? Sinterklaasje. Gezondheid. Dank je. Ben je klaar voor? Ben jij er klaar voor? Ja. Oké, go. Hoeveel had jij er? Volgens mij 3 minuten.
Oké, here we go. Min 1. Wat zou je nou net als die daaruit valt, dan ben je af. Oké, kom. 1, 2, 3. Sinterklaasje. Ja, ik hoor het melodietje wel weer. Nee. Ja, ik zou even door. Ja. Is dit mozzarella? En terugduwen. Hoppa. Ik heb niet alleen een bakje nodig, maar ook een theedoek zo meteen hoor. Sinterklaas goed heilig man. Sinterklaas goed heilig man, trek je beste tobert aan. Rijd er mee van Amsterdam naar
van oranje. Draadjes aan de bomen, Sinterklaas zal komen. Ja, dat laatste stukje herken ik wel. Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Dat wilde ik ook zeggen voordat ik ging kotsen. Oké, nou, de laatste man. Ik heb zo'n vermoeden dat ik ga winnen, maar... Hey, hoe doe je het? Doe maar niet zo stoer, want dan ga je echt kotsen, hè? 3. Ik kan geen reanimatie, hè? 8. Nou, jij hebt echt een bakkes van hier te gutten gewoon. Van Amsterdam naar Spanje. Zo groot is jouw bakkes. Er zijn er maar 9. 9. 9 toch? Ja, kom op. 10. Oké, kom erop. De laatste. Ja, ik knetter. Oké, komt ie. Goed. Ik zeg, ik heb dik vet gewonnen. Bam. Hoppakee. We wensen jou een hele fijne Sinterklaasavond. We hopen dat jullie leuke dagen hebben gehad. En geniet van het lekkers. Ciao. 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 Ciao.